Jongens, Yarasky hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2022. We gaan weer verder op onze boerderij, want eigenlijk is het op dit moment rustig. Want aan onze linkerkant is de katoen langzaam aan het groeien. Aan onze rechterkant is de haver langzaam aan het groeien. Hier recht voor ons op veld 50 is de koolzaad al langzaam aan het groeien. Alleen zie je die plantjes nog niet uit de grond komen. En dat komt omdat we dit letterlijk net pas hebben ingezaaid. Het is op dit moment 4:45 smiddags. Oftewel, de dag is al bijna voorbij. Alleen wij hebben de stappen op dit veld een klein beetje in een rare volgorde gevolgd. Wat inhoudt dat ik ben vergeten om kalk te strooien. Wat ook automatisch inhoudt dat dat nu niet meer kan. Dus dat is gewoon zonde. Maar wat ook inhoudt dat ik het nog moet gaan walsen. Dus ik heb onze machine uit de garage gehaald. En we gaan gewoon voordat het echt donker is en voordat echt de zon onder is, heel snel dit veld walsen. En we moeten deze taak ook nu gaan voltooien. Want als wij ermee gaan wachten tot bijvoorbeeld morgen of bijvoorbeeld tot volgende maand, dan komen er natuurlijk al langzaam kleine plantjes uit de grond. En je kan zelf ook wel bedenken dat op het moment dat je gaat walsen, terwijl er al plantjes aan het groeien zijn, dat je al die plantjes kapot was. Dat wil je niet hebben, want dan zijn ze kapot. Dan zijn ze dood en dan heb je geen opbrengst meer. Dus we moeten deze taak nu op dit moment gaan voltooien. We hebben gewoon letterlijk geen keuze meer. En dat zorgt er natuurlijk voor dat de koolzaad goed wordt aangedrukt. Dat het goed kan gaan groeien. En dat onze opbrengst gewoon hoger wordt. En wij willen altijd zo hoog mogelijk opbrengst. Want op dit moment hebben wij €40.000 op de bankrekening staan. En we moeten even rekening houden dat wij nog een lening hebben van €80.000 die we moeten gaan aflossen. Nu ligt er natuurlijk nog wat stof bij de spinnerij dat we kunnen verkopen. Nu hebben wij nog extra wol dat we er naartoe kunnen brengen. Nu hebben wij nog wat eieren, nog wat sla, de gesneden suikerbieten. We hebben echt nog wel veel dat we kunnen gaan verkopen. En we hebben dus ook nog veel geld dat we kunnen gaan verdienen. Alleen zitten we op dit moment in september. Dus wat wij het beste kunnen gaan doen, want de schapen hebben genoeg eten. De kippen hebben genoeg eten. De broeikassen hebben genoeg water. Dus we kunnen het beste op het moment dat we klaar zijn met het walsen van dit veld, gewoon even gaan chillen. Even gaan rusten en dan wachten totdat we in december zitten. Want in december kunnen we dan weer heel erg veel gaan doen. Heel erg veel gaan verkopen, heel veel geld gaan verdienen en heel veel taken gaan voltooien. Dus ik denk dat dat de slimste stap is. Alleen eerst moet ik toch echt even dit veldje gaan afmaken. Dus we gaan gewoon rustig even walsen. Rustig even gas geven. En nu zouden we ook nog in de toekomst een grotere wals kunnen kopen. Die is echt volgens mij nog 2 keer breder dan deze. Alleen het probleem is een beetje dat wij dan automatisch ook weer een betere trekker nodig hebben. En dat we misschien ook weer meer plek nodig hebben in de garage. Dus bij alles wat wij doen, maar ook echt alles wat wij doen, moeten we een stapje extra gaan nadenken. We moeten niet gewoon gaan denken, ah, we hebben €40.000, laten we een nieuwe machine kopen. Nee, we moeten nadenken, hebben we plek voor de machine? Hebben we goed genoeg trekker voor die machine? Hebben we niet onkosten die wij nog moeten gaan betalen, waardoor als we geen geld meer op onze bankrekening hebben staan, we dat niet kunnen betalen? Dus je moet echt bij alles wat je doet op de boerderij, moet je een extra stapje nadenken. Ietsje verder nadenken dan je eigenlijk wil. En dan heb je heel veel keuzes die je eigenlijk niet kan gaan maken. Dus eigenlijk als je niet nadenkt, kan je heel veel doen. Alleen dan kom je op een gegeven moment in de penari met je geld. Kom je op een gegeven moment in de penari met je hele boerderij. Nu moet ik zeggen dat nadenken niet echt mijn sterkste vak is. Maar tot nu toe gaat het nog wel goed. We verdienen nog geld. We staan nog in de plus. Dus uiteindelijk gaat het ook wel goed komen. Maar heb je er vandaag nou weer zin in? Want we gaan natuurlijk nog veel meer doen. Ram natuurlijk zijn keiharde blijft straks super gaaf. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En ook alle nieuwe uploads. En terwijl wij dit veld gaan afmaken en terwijl wij even gaan rusten tot aan december, heb ik eerst nog een woordje van de sponsor van vandaag. Want deze video is gesponsord door Air Up. Zij hebben mij de nieuwe Royal Blue drinkfles opgestuurd, welke precies bij mijn YouTube kanaal past. Want hij is namelijk helemaal in het blauw, zoals je kan zien. Dus ten eerste, heel erg bedankt daarvoor. En ik verwacht dat de meeste mensen ooit ergens al eens van Air Up hebben gehoord. Alleen misschien niet weten hoe het allemaal in zijn werking gaat. Voor iedereen leg ik het met alle liefde nog eens uit. Want de allereerste stap is het vullen van de fles met water. Kraanwater, bronwater, gewoon water, water. Iedereen weet wat water is. En in dit geval past er 650 milliliter in 1 fles. De volgende stap is het bevestigen van een pot naar keuze, zoals een bosvruchtengeur, watermeloengeur, citroengeur, ijskoffiegeur. Nog veel meer verschillende geuren zijn er. Maar ik heb zelf vandaag gekozen voor de peach, oftewel natuurlijk de persiksmaak. En de laatste stap is om de pot omhoog te klikken en te drinken. Proost allemaal. En dan denken jullie misschien... Maar Jan, dan proef je toch alleen water? Maar zodra je start met drinken, komt er een geur vrij uit de pot, waardoor het water naar die bepaalde geur gaat smaken. En in mijn geval dus persik. En dat komt omdat 80% van je smaak in je neus zit en je het inademt terwijl je aan het drinken bent. En dan hoor ik jullie opnieuw denken... Maar Jan, werkt dat dan ook echt? En ik heb nu al een aantal maanden een Air-fles op mijn kamer staan, welke ik elke keer binnen een paar seconden opnieuw kan vullen met water. En waar ik elke keer een nieuwe pot in kan klikken met een nieuwe smaak. Van cola tot busvruchten, van mandarijn tot limoen en nog veel meer verschillende keuzes. En ik moet je eerlijk zeggen, zodra je begint te drinken, proef je echt de geur die vrijkomt uit de pot, waardoor het water ook echt daarnaar gaat smaken. En ik ben er zelf heel erg blij mee, vooral omdat het ontzettend simpel is en ook omdat er geen extra calorieën of überhaupt een calorie wordt toegevoegd aan het water. Wil je nu meer informatie over Air Up of mocht je geïnteresseerd zijn in de producten, check dan de link in de beschrijving. Dan word je namelijk doorverwezen naar de officiële website en schaf je iets aan. Gebruik dan de vouchercode Yarasky voor 10% korting op alle producten. Dus heel erg bedankt Air Up voor het sponsoren van dit gedeelte van de video. Maar nu gaan we door met de rest van de video. Na een lange pauze zijn we aangekomen in de maand december. Is het ook aan het sneeuwen zoals je kan zien. En hebben wij nu wel maar ik heb echt heel erg veel om te doen op de boerderij. Maar we hebben natuurlijk de vorige keer een hond gekocht. En ik heb aan jullie gevraagd hoe we onze hond moeten gaan noemen. En er waren honderden, misschien zelfs duizenden reacties met allemaal verschillende hondennamen. Maar als ik hem er even bij haal, ik heb geen idee waar die is. Ik heb de bal hier voor je. Vriend! Ik weet ook niet waar die rondhangt. Hij loopt ergens rond op de boerderij, maar ik denk wel dat hij komt als we hem gewoon eten geven. Het bakje is gevuld. En dan komt hij zo meteen ergens uit de bosjes rennen. Is hij daar? Oh, daar is hij helemaal! Daar komt hij aan, hoor! Hij was letterlijk helemaal aan de andere kant voor de boerderij. Maar er zijn echt zoveel mensen geweest die een naam hebben achtergelaten voor onze hond. En een aantal daarvan waren Jawafski, Dokski, Rambo, Cooper, Gerrit, Baloo, Jansky, Buddy, Darko, Thunder, Jadokski, Rex, Kwispel en echt nog veel meer andere namen. Ik heb echt de gekste namen voorbij zien komen. Maar het liefste, want dit vond ik best wel een originele naam, wil ik hem Jakker gaan noemen. En dan denken jullie, Jan, wat is dat voor naam? Maar het gaat niet speciaal om de naam, maar het gaat om de betekenis van de naam. Want Jakker houdt natuurlijk in Yarasky, want er zit letterlijk Grieks ei A in. Dan hebben we ook nog Jakker als in makker, als in rakker. En een andere betekenis van een jakker is iemand die heel veel praat, heel veel kletst. Oftewel, iedereen op onze boerderij, want wij kletsen heel veel, onze hond. Ja, hij heeft niet eens eten opgegeten. Die kletst misschien ook wel heel veel. Hij is naar de sla aan het kijken. Maar ik vond dit serieus een hele originele, hele leuke naam. Ook een naam die ik nog nooit eerder heb gehoord. En puur gewoon omdat hij ook wat betekenissen hebt, vind ik het echt wel een coole naam. Maar, wil je met je balletje spelen of niet? Hier. Kijk. Ja, hij gaat hem ophalen. Let's go. Woe, we hebben hem getraind hoor, jongens. We hebben hem getraind. Het is wel een beetje een grote bal, of niet dan, voor in je mond. Ga even zitten. Dan pak ik de bal weer even voor je op. Wil je nog een keer? Ben je er klaar voor? Hoppa! Ja, daar gaat hij hoor. Ik vind het serieus wel gaaf. Dus dank jullie wel allemaal voor het achterlaten van alle namen. Maar als jij jezelf even bezighoudt, niet achter me aan komt rennen alsjeblieft. Jakker. Uh-oh. Hij wil blijven spelen. Ja, ik moet aan het werk. Het is december. Weet je hoeveel we te doen hebben? Even een ei over zijn bol. En dan gaan wij snel aan het werk. Let's go. Maar omdat wij een aantal maanden hebben gerust, moeten we niet vergeten dat onze schapen opnieuw wat eten nodig hebben. Dus we hebben de verrijker opgestart. En dan ben ik ook meteen even benieuwd hoeveel pallets met wolven voor ons klaarstaan. Want op de aanhanger hebben wij er al 7 staan. Er zijn 4 nieuwe volle pallets ingespand. Dus we hebben echt wel veel wol op dit moment om naar de spinnerij te brengen. Dus wat we doen... Dus we nemen het zekere voor het onzekere. Gewoon meteen even 2 balen mee. Blijf er alsjeblieft ophangen. En dan krijgen de schaapjes weer wat eten van ons. En dan kunnen ze de winter gaan overleven. We hebben nog steeds meer dan genoeg gras staan. En het gras is natuurlijk ook weer gegroeid. Dus dan kunnen we opnieuw gaan maaien. Maar hier jongens, speciaal voor jullie. 2 nieuwe grasbalen. Eet smakelijk. Veel plezier ermee. En dan mogen jullie weer wat wol gaan produceren. Want dat is het enige wat je aan de schapen hebt. Dat ze natuurlijk wol produceren. En als ze eenmaal wat ouder worden, en ze worden eigenlijk te oud, dan kunnen we de schapen natuurlijk ook gaan verkopen. Maar op dit moment hebben we eigenlijk alleen maar jonkies of net aan volwassen schapen in de schuur zitten. Dus het is nog niet nodig om ze te gaan verkopen. Hetzelfde geldt voor de kippetjes. We hebben heel veel kippetjes. Alleen nog geen enkele kip is 24 maanden oud. Dus die hoeven we ook nog niet te verkopen. En voor de rest hebben we de broeikassen nog genoeg water. 3300 liter. Dan kan ik die het beste wel eventjes één keertje gaan bijvullen. We hebben natuurlijk onze mega grote aanhanger staan. Ik wil het ook niet vergeten. Want als ik het vergeet, dan zijn onze broeikassen zometeen helemaal droog. En dan gaat al onze sla dood. Dus de aanhanger staat hier toch naast onze brandslang. Dus we kunnen hem gewoon even snel bijvullen. Even snel alle drie de broeikassen af. En dan is die taak ook weer voltooid. Dus vul hem maar helemaal bij. Dat gaat eventjes wat tijd kosten. Maar terwijl we hiermee bezig zijn, wil ik natuurlijk ook weer een aantal mensen in het speciaal bedanken voor het achterlaten van de supertanks. Want elke aflevering zijn er weer opnieuw mensen die supertanks achterlaten. Dus heel erg bedankt daarvoor. Zijn er natuurlijk ook weer elke aflevering opnieuw mensen die een duimpje mogen achterlaten. Dus dankjewel daarvoor. Een reactie achterlaten. Dus dankjewel daarvoor. Een abonnementje achterlaten. Dus dankjewel daarvoor. En om toch de mensen een extra bedankje te geven voor de supertanks, wil ik ze ook persoonlijk benoemen in de video's. Maar zoals ik ook elke keer zeg, voel je niet verplicht om een supertanks achter te laten. Want het is gewoon net een extraatje. Dus terwijl ik hier achteruit rijd, moet ik me heel iets voor concentreren. Ja, perfect. Wil ik Speulen, DJ Soundbeat, Danny Brugink, Arne van Gestel, Roei van Genip en Tomorrowland Forever bedanken voor hun €2 supertanks. Dus heel erg bedankt allemaal voor jullie support. Ruben Frooyen wil ik ook bedanken voor de 2 keer €2 supertanks. En hij zegt erbij: vette video broski, ik zit nu lekker chill met een glaasje kava naar je video te kijken. Hey, drink smakelijk, veel plezier met kijken. En dankjewel Ruben voor natuurlijk al je support. Dankjewel voor je supertanks. DJI Jeffrey die heeft nog een €2 supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij: ik wil zeggen dat ik de farming video's tof vind. Hey, dankjewel Jeffrey, ik vind het top dat jij de video's tof vindt. En dankjewel natuurlijk voor je €2 supertanks. Owen, die heeft ook nog een €2 supertanks achtergelaten. En die zegt erbij: wij worden altijd blij als we een notificatie krijgen dat je hebt geüpload. Hey, kijk eens aan. Vergeet niet jongens, als je geabonneerd bent natuurlijk ook het belletje aan te zetten. Zoals Owen zo te zien heeft gedaan. Want dan krijg je natuurlijk gewoon een notificatie op het moment dat er een nieuwe video online komt. Dus opnieuw Owen, dankjewel voor de €2 supertanks. Dutchie Cheese, aka Stijn, heeft nog een €2 supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij: ik geniet zoals altijd van jouw video's. Hey, dankjewel Dutchie Cheese. Ik weet dat je er altijd bij je bent, dus dankjewel ook voor je support. Ik zorg ervoor dat in deze kas ongeveer de helft van de tank wordt gelegd. Want dan kan ik namelijk nu doorrijden. En dan kan ik de andere helft nog in deze broeikas dumpen. En dan zitten ze allemaal weer zo goed als vol. Niet helemaal, maar meer dan genoeg. Iron. Nee, Ayrton van den Eden. Sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. Die heeft nog een €5 supertanks achtergelaten. Dus high five voor jou. Bas Nuijenhuis heeft ook nog een €5 supertanks achtergelaten. Dus high five voor jou. Rickert 045 die heeft nog een €5 supertanks achtergelaten. Dus high five voor jou. En hij zegt erbij: ik word altijd blij van deze video's. Ik geef bijna over de hersens heen. Wow, yo. Ik speel zelf ook Farming Simulator 22 en ik leer veel van jou. Hey, ik doe mijn best, Rickert. Ik hoop dat je er wat voor kan opsteken. Het is helemaal natuurlijk voor de beginners in Farming Simulator eigenlijk een topserie. Want terwijl wij deze serie aan het opnemen zijn, leren we ook heel, maar ik krijg heel erg veel bij. Want ik weet de helft van de tijd ook niet waar ik mee bezig ben. Maar we doen het gewoon en dan komen we er vanzelf wel achter of we het ook nog goed doen. Want we hebben wel al wat fouten gemaakt, maar gelukkig niet heel veel fouten. Nu is ook meteen eventjes de vraag, want de schapen hebben eten, de kippetjes hebben nog eten, de broeikassen hebben weer water. Alleen het is aan het sneeuwen. En als ik het goed kan herinneren, is in de maand december de haver klaar om geoogst te worden. Alleen kunnen wij oogsten in de sneeuw. Het is geen regen, alleen technisch gezien is sneeuw, bevroren water en dus eigenlijk ook regen. Maar we starten gewoon de combine op, we zetten onze lampjes aan, want het is in december altijd echt wel donker overdag. En we gaan gewoon kijken of wij de haver kunnen gaan oogsten. Dan moet ik rustig de schuur uit manoeuvreren, dat ik nergens tegenaan rijd. Gaat allemaal goed. En dan heeft Bobby Blauw nog eens een €10 supertanks achtergelaten. Dus bij deze een high 10 voor jou. En hij zegt erbij: wat word ik toch blij van je filmpjes. Ga zo door. Dankjewel Bobby voor je €10 supertanks. En als laatste heeft Joey Vissers ook nog een €10 supertanks achtergelaten. Ook nog high 10 voor jou. En iedereen, dank jullie wel natuurlijk voor de support. Maar Wat ik ga doen is, ik zet de aanhanger eventjes helemaal hier neer. Ik wil hem natuurlijk niet op de openbare weg hebben staan. Dus zet hem hier netjes eventjes tussenin. En je ziet ook dat de koolzaad aan het groeien is. Alleen dat er heel veel onkruid tussen staat. Dus wat wij ook nog moeten doen is, we moeten sowieso met een onkruidverdelger eroverheen gaan. We moeten er nog met mest overheen gaan. Dus dat koolzaad heeft nog wel even wat werk nodig. Maar we koppelen de aanhanger los. Dan draaien we eventjes door het veld heen. Hij staat nog steeds op de weg. Ik ben vergeten dat hij zo groot is, ouwe. Ja, weet je. Dan moeten ze maar even wachten. Dan rijden ze maar gewoon omheen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik was vergeten dat die meier zo ongelooflijk breed was. Dus ja, dat is niet heel erg slim. Ze kunnen er makkelijk opheen, man. Het is niet meer ons probleem. Hij staat daar mooi geparkeerd. Dan klappen wij onze zondeer uit. Dan gooien wij de meier naar beneden. En ook daadwerkelijk natuurlijk even wachten aan. En dit dacht ik al. Oogsten terwijl het regent. Oftewel sneeuwt. Want het is praktisch gezien hetzelfde. Verlaagde opbrengst. Ja, dan is het niet handig. Ik kan een klein stukje rijden. Dit is puur gewoon een test. En nee, dit levert heel weinig op. Nee, dat ga ik niet doen. Wat ik dan doe is, ik zet de machine weer uit. Dan klappen wij hem weer in. En dan laten we het gewoon eventjes zo staan totdat het klaar is en gestopt is met sneeuwen. Want we hebben er niks aan om op dit moment te gaan oogsten. Dus we laten het gewoon zoveel achter. Ik moet wel de motor uitzetten. Dankjewel. Ik laat het zo eventjes achter. En dan ga ik eerst zo eventjes op veld 50 opnieuw aan de slag met de onkruidverdelger. Want ja, het heeft geen zin. En ik ben nu wel benieuwd hoe lang het ook nog gaat sneeuwen. Want als we naar de lucht kijken, dan is het heel erg bewolkt. En dan denk ik ook niet dat het voorlopig stopt. En ik kan dat bevestigen. Want als we kijken naar de weersverwachting, dan gaat het sneeuwen. Oei. Tot ongeveer 2 à 3 uur 's middags. Alleen nu is het ook het dingetje, we moeten de haver gaan oogsten in deze maand. Want anders gaat het natuurlijk dood, anders is het niet meer goed. Oké, dit wordt eventjes nadenken over de tijd, maar we gaan gewoon door met de volgende stap. We zetten de zondeer aan, we halen de onkruidverdelger erbij, want dan gaan we eventjes snel in de koolzaad de plantjes kapot maken. Want dit kan namelijk wel tijdens de sneeuw. En daar had ik niet rekening mee gehouden in december. Niet heel erg slim allemaal. Kunnen we niks meer aan gaan veranderen. Maar de tank hebben we op de voorkant gekoppeld. Dan moeten we natuurlijk de rest van de machine op de achterkant koppelen. En dan kunnen wij aan de slag. Gelukkig is dit een relatief kleine taak. Omdat we natuurlijk een relatief grote onkruidverdelger hebben. En we hebben nog 2005 liter onkruidverdelger in de machine zitten. Dus dat is meer. Maar ook echt meer dan genoeg. Als je kijkt, zie je ook dat we een hele lading aan eieren hebben. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pallets in totaal. Dus dat is ook heel erg mooi. Dat levert heel erg veel geld op. En Jakker, kijk uit, hè. Je kan wel elke keer gaan rondrennen, maar je moet ook wel uitkijken dat we hier met zware machines rondrijden. Maar dat leert hij vanzelf wel. Ik hoop alleen niet dat hij het op de harde manier leert, want dan hebben we hem een keertje aangereden. Maar daar gaan we niet vanuit. Knipperdicht naar links, ondanks dat niemand het ziet. Ik doe altijd mijn knipperdicht is eigenlijk aan of uit. Terwijl ik op mijn eigen land rijd. Ik heb hem nu zelfs naar rechts uitstaan, terwijl ik mijn eigen land oprij. Dus ja, ik doe het eigenlijk voor niks. Het gaat eigenlijk automatisch. Maar we beginnen zoals elke keer gewoon met een klein strookje hier aan de zijkant. En dan pakken we hem daarna gewoon heen en weer mee. En oeh, dat ding is altijd breder dan ik denk. Dus we kunnen iets meer afstand nemen. En vanaf hier, ja, kunnen we gaan beginnen. Dus zet hem maar aan. En dan gaan alle plantjes... Oeh, hij staat niet goed. Wacht, hij staat niet goed. De armen helemaal aan de zijkant staan niet aan. Dus ik moet hem even goed gaan instellen. Want nu staan ze allemaal aan. Ja, let's go. Dat is allemaal extra onkruidverdelger. Je moet altijd opletten dat wel uit elk stukje van de onkruidverdelger komt. Ik weet niet hoe vaak ik al onkruidverdelger heb gezegd. Maar bij deze onkruidverdelger kan je er nog een keertje bij optellen. Maar zo meteen rij je over het heel het veld. En dan heb je bijvoorbeeld alleen maar het middelste gedeelte aanstaan. Ja, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dus je moet er echt altijd eventjes voor zorgen dat hij echt helemaal aan staat. Maar dit gaat altijd zo snel. Het is echt wel een groot stuk veld. Alleen we zijn er echt binnen een paar minuutjes klaar mee. Dus zet hem maar weer aan. We vervolgen onze weg. En wat het ook nog is, we willen natuurlijk niet te veel onkruidverdelger gebruiken. Want het is best wel duur om te kopen. Nu kan je het onkruid ook weghalen via een wietmachine of via een schoffel. Alleen het probleem is, Wij hebben die machines nog niet. En het andere probleem is, een wietmachine kan je alleen gebruiken als het onkruid in de babyfase zit. Oftewel als het hele kleine plantjes zijn. En de schoffel kan je alleen gebruiken als het onkruid in de middelfase zit. En als je nu naar het land kijkt, dan zie je zelf ook wel dat het nu in de volwassen fase zit. Dus de enige manier om dit onkruid op dit moment weg te halen is door er met onkruidverdelger overheen te gaan. En aan de andere kant, we doen het eigenlijk alleen maar met onkruidverdelger, want ik heb die andere machines nog niet. Dus dat is wel iets om in de toekomst naar te gaan kijken. Want onkruidverdelger is gewoon echt heel erg duur om te kopen. En als je dat kan besparen, dan is het alleen maar een win-win situatie. Dus... oh, er staat wel een file. Ja, sorry jongens, het is aan het sneeuwen, dus ik kan niet bezig op mijn land. Oh nee, ik dacht ze gaan er wel omheen rijden, maar ze gaan wachten op de aanhanger. Hey, veel plezier jongens, want jullie moeten wachten tot ongeveer 4 uur 's middags. Want dan pas kan ik aan de slag en dan pas ben ik al klaar. Ze gaan echt gewoon wachten, ik ga het ook niet verplaatsen. Ik ben nu hier bezig, daarna zal ik het wel voor jullie verplaatsen, ja? Moeten jullie nog eventjes geduld hebben. Ik had niet verwacht dat ze gewoon zouden gaan wachten, joh. Hey, eerlijk is eerlijk. Het is wel een doorgetrokken streep. En over een doorgetrokken streep mag je niet inhalen. Ze doen het volgens de regels. Alleen, het is niet zo slim van ze. Dus ze moeten nog heel veel geduld hebben. Dan verplaatsen wij zo meteen wat aanhanger. Alleen ja, ik vergeet elke keer dat die meier gewoon 12 meter breed is. En dan natuurlijk automatisch de aanhanger 12 meter lang is. Dus ik moet daar wel eventjes rekening mee gaan houden, want we rijden echt nog een keertje ergens tegenaan op de boerderij. En dan is zo meteen onze garage kapot of er is er een paal kapot. Want hij is gewoon echt joekoeltje groot. Maar dit kunnen we net niet in één keer meepakken. Nee, dan gooi ik hem nog even aan. En dan moeten we zo meteen alleen het kleine stukje nog meepakken. Maar dan kunnen we dus wel een gedeelte van de onkruidverdelger uitzetten. En ik ben ook wel blij dat die sneeuw niet blijft liggen, als ik eerlijk ben. Want als die sneeuw was blijven liggen... dan hadden we natuurlijk een probleem dat heel het veld vol lag met sneeuw. En dat we überhaupt de haver nooit hadden kunnen oogsten. Nu moet ik dat niet te vroeg zeggen. Want als het blijft sneeuwen tot 3 uur 's middags, dan hebben wij nog kans dat het wel blijft liggen. Uh-oh. Ik zag wel net bij de weersverwachting, ik ga het nog eventjes snel opzoeken, dat het... ja, kijk, het wordt wel warmer. Op dit moment is het 0 graden. Maar het gaat naar 1 graden, 2 graden en daarna naar 7 graden. En natuurlijk, sneeuw blijft niet liggen als het niet aan het vriezen is. Dus ik denk niet dat dit blijft liggen, als ik eerlijk ben. Maar we gaan er vanzelf achter komen. Dan zet ik nu de buitenste armen uit. En als ik nu de onkruidverdelger aanzet, dan komt het dus alleen maar uit de middelste armpjes. En dan gebruiken we dus niet meer dan nodig. En dan kunnen we het laatste strookje meepakken. En dan is heel dit veld weer klaar. Dan moeten we zo meteen wel nog eventjes met kunstmest eroverheen. En als we daarmee klaar zijn, dan kunnen we wachten totdat het 3 uur is. Dus dan kunnen we eigenlijk onze gesneden suikerbieten gaan verkopen. Want de prijs van gesneden suikerbieten is in december op zijn hoogst. En dan praten wij over een prijs van 616 euro per 1000 liter. En we hebben echt 180.000 liter in onze silo zitten. En de hoogste... het is zelfs boven de hoogste prijs op dit moment. De hoogste prijs is normaal gesproken 612 euro. Maar we krijgen er nu 616 euro voor. Dat is echt heel erg veel. Dus we moeten eigenlijk dat ook zo snel mogelijk gaan verkopen voordat de prijzen weer naar beneden gaan. Want als een andere boer ook suikerbieten heeft geoogst en die hebben ze ook gesneden, dan gaan zij er natuurlijk met de hoofdprijs vandoor. Dus ik ga toch even checken. Want gesneden suikerbieten leveren 616 euro per 1000 liter op. En normale suikerbieten, je ziet het verschil, leveren op zijn hoogst 525 euro per 1000 liter op. Dus dat is gewoon een verschil van ongeveer 100 euro per 1000 liter. En dat verspreid over 180.000 liter is dus gewoon ontzettend veel geld. En ze zijn er stiekem gewoon omheen gereden, hoor. Kijk! Terwijl ik niet keek, zijn ze er stiekem gewoon omheen gereden, hè, die bastards. Ja. Ik heb jullie wel door, jongens. Nou, ik zal toch voor de zekerheid eventjes de aanhanger aankoppelen. Even iets verder doorrijden op deze manier. Awesome. En dan kunnen ze nu wel gewoon langs. Dus we laten de combine hier ook gewoon staan. Want daar kunnen we nu toch niks mee. Dan bergen we snel deze machines weer op. Prachtig op. Oeh, zijn plekje. Perfect. Laat hem maar zakken en koppel hem maar af. Dan moeten we natuurlijk de voorste tank ook nog eventjes in de garage zetten. Dus wat een bocht. En dan staat deze ook op zijn plek. Awesome. En de kunstmeststrooier die staat ernaast. Dus dan kunnen we meteen weer achteruit gaan. En dan kunnen we die ophalen. En dan beetje bij beetje Stap voor stap voltooien we weer alle taken die we moeten voltooien. Dus kom maar door. Er zit nog 630 liter in. Ik denk wel dat ik eventjes wat extra ga bijvullen. Want ik denk niet dat we het gaan redden met 630 liter. Maar voor de zekerheid haal ik ook even mijn gewichtje op. Awesome, die hangt eraan. Je kan hem niet zien, maar ja, je ziet hem net. Je ziet hem net een klein beetje uitsteken. Hij hangt er echt daadwerkelijk aan. Gooi de machine maar vol. Hoppatee, 25%. 35%. En ik doe hem gewoon voor de helft. Want anders wordt het te zwaar. Dus dit is genoeg. 1998 liter. Net niet de 2000 gewoon. Ik probeer ook elke keer, by the way. Ik weet niet of meer mensen dat hebben. Maar volgens mij hebben heel veel mensen dat. Elke keer als ik aan het tanken ben in het echt. Dan probeer ik altijd op een mooi getal te eindigen. Laatst had ik 69 qua bedrag. Daar had ik gas getankt, by the way. En ik had een andere keer gewoon precies €70 of €77, €77. Het is altijd zo mooi als je precies op een mooi getal uitkomt. Maar meestal als je stopt met tanken, dan telt hij nog een klein stukje door. Dus als je precies probeert te stoppen met tanken op €70, dan ben je de Sjaak. Want hij tikt altijd net nog heel veel door. Dus je moet hem ook timen, je moet hem plannen en dan precies pak. Je komt maar 5% van de tijd op echt een mooi bedrag uit. En je tankt natuurlijk ook niet zo vaak. Dus het is niet zo dat je jezelf erin kan trainen. Want je gaat niet elke dag tanken, want dan ben je elke dag €100 kwijt. Helemaal nu met de prijzen op dit moment. Dus ja, weet je, het liefste tanken zo min mogelijk. Maar toch, als je tankt, wil je op een mooi getal eindigen. En ja, ik moet je zeggen, ik denk wel dat het me vaker dan 5% lukt. Jawel, ik denk 1 op de 10 keer dat ik een prachtig getal krijg. Maar meestal zit ik er echt 1 of 2 of 5 cent overheen, omdat die net niet goed uitkomt. Maar sorry Combine, je krijgt een klein beetje kunstmest op je. Maar dat overleef je wel. En dan kunnen we hem weer uitzetten. Dan moeten we alleen nog eventjes... Ah! Alles goed? Ja? Geen schade? Nee, ik ook niet. Snel weg hier. Dat was mijn fout. Snel weg daar. Ik had hem niet gezien, man. Dat zeg ik. Het keren is echt serieus nog wel gevaarlijk, hoor. Op dat gedeelte van de weg. Ze rijden ook... Ik weet niet hoe hard ze rijden. Maar ze rijden echt gewoon met 60, 70 km per uur over dat weggetje heen. Dus, hey... Is het mijn schuld of is het niet mijn schuld? Want volgens mij mag je daar niet zo snel rijden. We rijden meestal zelf ook met 40 kilometer overheen. Maar daar hebben we het niet over. Ik weet niet hoe snel je kan. Het is wel zo, want we spelen natuurlijk op een Amerikaanse map. Het is wel zo dat je in Amerika ook gewoon door bijvoorbeeld LA of door andere grote steden... dat je echt gewoon met meestal 60 kilometer per uur, soms zelfs 70, soms zelfs 80 kilometer per uur mag rijden. En sommige plekken, dan loop je op de stoep. En dan zie je gewoon de auto's woem, woem, gewoon langs je scheuren. Het is echt, hoe hard je in Amerika op sommige wegen mag, dat is echt bizar. Maar kom je in de buurt van een school, dan mag je bijvoorbeeld maar 15 km per uur. Ik weet niet, 10 miles of zo, 15 miles is 25. Ik heb een Amerikaanse auto gehad, dus eigenlijk moet ik het wel weten. Dat is ook nog wel, by the way, ik weet niet wat ik heb, maar ik kom opeens met allemaal dingen in mijn hoofd. Het is wel zo, dit is best wel grappig. Ik had een Amerikaanse auto vroeger, een Mustang. En het was zo, toen ik ging testrijden, wist ik niet dat de kilometerstand in miles per uur stond in plaats van kilometer per uur. Dus ik reed op de snelweg en ik reed 100 kilometer per uur, dacht ik. En ik dacht van, waarom haal ik iedereen in? Waarom ga ik zo ongelooflijk snel terwijl ik 100 rijd? Klopt die meter wel? Alleen ik reed dus 100 miles per uur. En dat is gewoon... Ik ga het niet eens zeggen, dat is echt... knijtertje snel. En op een gegeven moment kwam ik erachter, 60 miles is 100 km per uur. Dus je kan zelf wel uitrekenen hoeveel 100 miles per uur is. En ik heb dat nooit meer gedaan. Want dat was echt veel te snel. En er reed ook helemaal niemand. Dus de auto's die ik inhaalde, dacht ik van, rijden jullie nou echt 60 km per uur op de snelweg? Maar ik reed zelf ietsje boven de snelheid. een klein beetje maar. Maar ja, na 5 minuten kwam ik er gelukkig achter. Dus toen ging ik gewoon netjes 60 miles per uur rijden, wat 100 km per uur is. Maar ja, dat was niet het allerslimste. Maar we zetten de kunstmeststrooier weer netjes in de garage. Dan is het nu de tijd om de gesneden suikerbieten te gaan verkopen. Dus ik ben benieuwd hoeveel geld dit gaat opleveren. We pakken natuurlijk de McCormick bij, want we hebben echt wel een trekker nodig met wat meer pk... om deze aanhanger die zo meteen vol zit met suikerbieten te kunnen vervoeren. Want dit gaat echt heel zwaar zijn. En ik moet ook even gaan nadenken hoe vaak we heen en weer moeten gaan rijden. Laten we eerst even kijken hoeveel er in één aanhanger past. En daarna even kijken hoeveel gesneden suikerbieten we nog hebben. Want dan kunnen we daarna natuurlijk gaan uitrekenen hoe vaak we heen en weer moeten. Dus gooi maar vol. Dit is echt wel heel erg veel. We hebben nu al 10.000 liter erin zitten. Kijk hoe snel die gevuld wordt. En hoeveel past hier ook weer? Een 38.000 volgens mij totaal? 32, 33, 34, 35, 36. En oeh, bijna 37.500 liter past er in één aanhanger. En in totaal zit er nu nog in de opslag 153.000 liter. Dus dat wordt 5 keer heen en weer rijden nog hierna. Dus in totaal 6 keer heen en weer rijden. Oh boy. Maar dan kunnen we ook automatisch uitrekenen als we 1 lading dumpen. Hoeveel we daarmee verdienen. Keer 6. Dan weten we natuurlijk ook gewoon het bedrag. Al gaat de prijs wel zakken als we te veel verkopen. We moeten echt eventjes met heel veel rekening houden. Maar laten we deze allereerste lading naar de veehandelaar brengen. En de veehandelaar, dat moet ik uit mijn hoofd weten. Ja, die zit hier aan de linkerkant. En op het moment dat we deze hebben verkocht, moeten we even de prijs gaan checken. Want waarschijnlijk dat de prijs dan gaat zakken. Omdat ze eigenlijk te veel suikerbieten hebben. En een bedrijf wil niet te veel hebben. En het kan ook zo zijn als we op een gegeven moment zeggen van, we hebben genoeg. Je kan het hier niet meer naartoe brengen. We zitten vol. Dus het ding is wel, we kunnen het of naar de veehandelaar brengen. Of naar de biogasfabriek volgens mij. Alleen we hebben echt zo, maar dan krijgt zoveel liter. Dat we het misschien niet eens allemaal kunnen gaan verkopen. We gaan er vanzelf achter komen. We gaan er vanzelf achter komen. Ik zet de cruise control aan. Op 53 km/u. Dan rijden we gewoon die kant op. Het bevindt zich hier letterlijk al voor ons. Op dit moment krijgen we €617 voor 1000 liter. Dus laten we dat bedrag onthouden. En dan gaan we er ook achter komen dat als wij dit hebben verkocht, op hoeveel de prijs dan staat. Als die nog steeds op €617 per 1000 liter staat, dan is het perfect. Maar ik heb zo'n gevoel dat die wel gaat zakken. Dus knipperlichtje naar rechts. En dan slaan wij hier af en dan weet ik niet zeker wat... Oh jawel! Ik weet wat de veehandelaar gesneden suikerbieten heeft. Want die kan het natuurlijk gaan voeren aan bijvoorbeeld de varkens. Want varkens vinden suikerbieten volgens mij nog wel lekker. En aan de andere kant misschien verkopen ze het wel weer door. Dat weet ik zelf ook niet. Maar hier kunnen we het gaan lossen. €39.000 op de rekening. Maar kom maar door met het bedrag. 40.000, 41. Oh, dit gaat snel aantikken. Dit gaat snel aantikken, jongens. Ja, ja. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Nu is het ook zo. We zouden nog de gesneden suikerbieten kunnen gaan veranderen in suiker. Alleen we hebben op dit moment niet genoeg geld om een suikerfabriek aan te schaffen. Dus vandaar dat ik het nu gewoon allemaal verkoop. Dan kunnen we in de toekomst misschien het gaan veranderen in suiker. Maar één aanhanger levert €23.153 op. Dus dat keer 6. Dan gaan we ongeveer sowieso minimaal €100.000 aan deze gesneden suikerbieten verdienen. Dat is serieus, serieus veel. Maar wat doet de prijs nu? Hij staat nog steeds op €617. We gaan heel snel heen en weer gassen. Daar gaat lading nummer 2. Kom erop met dit geld. En we gaan nu eigenlijk precies hetzelfde verdienen. Is het ook echt precies hetzelfde? Echt, dit vind ik zo mooi om te zien. Gewoon al dat geld dat binnenstroomt. Al die suikerbieten die worden verkocht. En there we go. €23.164 erbij. Lading nummer 3. Kom opnieuw maar door met al het geld. En ja jongens, dit tikt zo ongelooflijk snel aan. En nu is het ook eventjes zo, want ik heb even bekeken dat we 2 keuzes hebben. Of wij kunnen al dit geld wat we op dit moment verdienen gaan gebruiken om onze lening volledig af te lossen. Want het is nog een keer €23.175 erbij. Of wij kunnen dit geld gebruiken om een nieuwe tweedehands machine te kopen. Want als wij namelijk in de tweedehands winkel kijken, dan hebben wij een andere aanhanger. Dan hebben wij een nieuwe trekker. Al vind ik een Duitse vaar niet zo heel erg mooi. En ik kan hem wel even laten zien. Het is wel een mooie trekker, maar niet echt voor op onze boerderij, vind ik zelf. Maar er staat ook in de tweedehands winkel een Klaas-combinatie. Dit is namelijk de Quadrant 5300 plus de Lizard R90 in elkaar gecombineerd. Het is dus een hark in combinatie met een balenpers. Oftewel, dan hebben wij niet meer een aparte hark nodig. Dan hebben wij niet meer een aparte balenpers nodig. Dan hoeven we die stappen niet meer apart van elkaar uit te voeren. Dan kunnen we ze tegelijkertijd uitvoeren. Scheelt de tijd. En de balenpers is ook gewoon een van de beste balenpersen die je op dit moment kan kopen. Hij perst namelijk balen van 180 centimeter tot 240 centimeter in een rechthoek. In plaats van natuurlijk een rondje. Dus ik moet je zeggen, 80.000. Hoeveel is die aanbieding? 56% in de aanbieding. Dat is echt wel heel erg veel. Dus ik laat het aan jullie over, jongens. Jullie mogen nu in de reacties zetten. Lossen wij of onze lening af, of kopen wij de nieuwe tweedehands machine nu die in de aanbieding is. Want als we dus de volledige prijs op een gegeven moment ervoor gaan neertikken, dan kost die €160.000. Dus hij is nu gewoon in de aanbieding. Maar ja, of het een goede deal is, dat hangt van jullie af. Dus laat het weten in de reacties. Gaan wij lening aflossen of gaan wij voor een nieuwe tweedehands machine? Wacht, dat is een beetje dubbel op. Een nieuwe tweedehands machine. Een tweedehands machine. Jullie snappen het wel. We hebben op dit moment €108.000 op de rekening staan. We gaan nog 2 à 3 keer heen en weer moeten rijden. Dus ja, er komt echt nog wel wat geld bij. Lading nummer 4, als ik het goed heb, wordt ook geleegd. En nog steeds staat het bedrag op €618. Dus opnieuw hebben wij ook in de pocket €23.190. Dus ja, hey, dit gaat lekker. We hebben nog 1 volle aanhanger en dan nog een heel klein beetje. Dus laten we dat ook nog gaan verkopen. Keeper hem maar leeg. Lading nummer 5. Oh jongens, ik had niet verwacht dat het zoveel geld zou opleveren als ik eerlijk ben. Dit is echt serieus, echt serieus een bizar bedrag. Maar als die weer leeg is, dan hebben we weer opnieuw volgens mij 23k erbij. De prijs blijft ook gewoon staan. Hè? De prijs blijft gewoon steady. Het is niet zo dat de prijs zakt, maar weer €23.200 erbij. En we zijn ook al zo vaak heen en weer gereden, dat het hier helemaal vol staat met ons spoor van elke keer heen, elke keer terug, elke keer dezelfde route die we gebruiken. Maar had ik verwacht dat het zoveel zou opleveren? Nee. Ik denk dat we nu al in totaal €114.000 hebben ontvangen. En wij hebben nog 3000 liter om te verkopen. Dus als we nog 1 keertje de aanhanger vullen, dan zijn de gesneden suikerbieten op. Dan hebben we ook niks meer over. Alleen, we hoeven het ook nergens voor te bewaren. Want het enige wat je aan gesneden suikerbieten hebt, is dat je er suiker van kan maken. Maar ja, we hebben geen suikerfabriek. Of je kan het aan de varkens geven. Alleen, we hebben geen varkens. Dus we hebben er eigenlijk helemaal niks aan. Behalve dat het nu heel veel geld oplevert. Maar ik had niet verwacht dat het zoveel zou zijn. En het is echt wel bizar hoor. Hey, maar we hebben het nodig hè. We hebben het geld nodig, dus eerlijk is eerlijk. Misschien dat we zelfs die tweedehands machine of de lening kunnen aflossen. En zelfs nog een extra stuk land kunnen gaan kopen. Want we hebben zoveel geld op dit moment. Maar hier zijn we terug bij de boerderij. Dus we gaan natuurlijk naar rechts toe. Komt niks aan. Hier nog een keer naar rechts. En dan gaan we voor de laatste keer. Ja, dit is echt maar een heel klein beetje. Voor de laatste keer bijvullen. Dus kom maar door. Nee, dit is echt heel weinig hoor. Ja, dat was het al. 3125 liter zit er nog in. Maar dan kunnen we eigenlijk ook wel deze machine gaan verkopen. Want ik denk niet dat we heel snel nog suikerbieten gaan planten en suikerbieten gaan oogsten. Dus ik denk dat ik deze machine ga verkopen. Want anders staat hij hier gewoon alleen maar weg te roesten. En we krijgen er in totaal €4896 voor terug. Dus dat is een verlies van €5000. Alleen het verlies van €5000 hebben wij 100% zeker terugverdiend door die machine. Dus weet je, het is een kleine investering. Alleen ik vind het ook niet mooi om non-stop die machine te hebben staan, terwijl we hem toch niet gebruiken. Plus, je betaalt ook qua kosten €120 per maand om hem te laten staan. Dus als je hem niet gebruikt, dan is dat natuurlijk gewoon zonde van het geld. Wij hebben natuurlijk ook een kalkmachine staan. Kijk, die gebruiken we op dit moment ook niet, omdat we geen stenen hebben. Alleen in de toekomst gaan we die heel snel weer gebruiken. Dus ondanks dat die nu geld kost, gaat die in de toekomst ook weer geld opleveren. Alleen, ja, die suikerbietmachine, dat blijft gewoon zo meteen een jaar staan. 12 keer 120, dat is toch weer €1400 dat je weggooit. Dus, weet je, we hebben hem nu verkocht. Hij is nu weg. En we gaan de laatste lading aan gesneden suikerbieten ook verkopen. En daarbij zit deze video er ook weer op. Dus ik hoop opnieuw dat jullie hebben genoten van deze video. Natuurlijk nog een extra shout naar Air Up, want ik heb hem hier gewoon naast me staan. Spoor het sponsoren van deze video. Het is echt ideaal. En normaal gesproken moet ik ook uitknippen als ik eventjes ga drinken. Alleen nu kan ik gewoon inlaten. Want er staat gewoon heel niks naast me. Dus dankjewel jongens. Maar we gaan deze laatste 3000 liter nog verkopen. En dan zijn we klaar voor vandaag. We gaan de volgende keer gewoon letterlijk weer verder waar we gebleven waren. Want dan is natuurlijk de vraag wat we gaan doen. Lening aflossen of een nieuwe machine kopen. En wauw, dit was het echt niet waard. Dat is namelijk nog €1934 erbij. Maar Alle beetjes helpen, jongens. Alle beetjes helpen. En daarbij zit deze aflevering er echt weer op. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt voor het support. We zijn natuurlijk zo snel mogelijk terug met een nieuwe aflevering van Farming Simulator. Gelukkig zitten er goede remmen op die McCormick. Wajo, wajo, wajo. En dank jullie wel voor de support. En hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.